Welkom, daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update richting alweer de laatste reguliere competitiewedstrijd van dit seizoen. En die zal zondag gespeeld worden in Almere tegen Almere FC. Daar gaan we zo meteen naartoe. Eerst eventjes naar gisteren, want daar was een persmoment. Want NEC had nieuws, groot nieuws zelfs wel. Want er is een nieuwe hoofdsponsor gevonden. En dat deden ze gelijk even combineren met het nieuwe uittenu presenteren. Kijk, prachtige locatie gisteren daar aan de Waal met de Waalbrug op de achtergrond. En daar werden dan de handtekeningen gezegd voor het nieuwe sponsorcontract. Nexperia komt voor op het shirt te staan. En Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, legt even uit. Na de promotie hebben we een aantal doelen gesteld binnen 5 jaar. Ja, en we lopen gewoon op koers. En meer dan, hè, als je kijkt naar dit seizoen. De enorme waarde die NEC heeft, de mediawaarde, de uitstraling, ook voor de stad Nijmegen. Het gaat snel, maar we willen gewoon voldoen aan die ambities. We zijn reëel, maar ja, we willen gewoon elke dag beter worden en elke dag meer. Meer doelstelling bereiken op het veld, meer doelstellingen maatschappelijk bereiken. Ja, en als dan zo'n partner langskomt, wat een beetje gelijk gaat aan hun ambities die ze hebben, wereldwijd, maar zeker ook in het Nijmeegse. Ja, dan kun je dat niet weigeren en zijn we gelijk in gesprek gegaan met de klokgroep en NAS werkt. Ja, en binnen een half jaar hebben we een schitterende propositie liggen. Ja, mooi nieuws dus voor NEC. En dan ook nog de onthulling van het nieuwe uittenu werd daar gedaan. Kijk, hier gebeurt het. 1, 2, 3. Ja, en dan zijn de meningen natuurlijk weer allemaal verdeeld. Want de een vindt het schitterend, de ander vindt het lelijk. De ander zegt het is een keepershirt. Andere mooiste uitshirt wat er ooit is geweest. Nou, zo gaat het van links naar rechts allemaal met de meningen. En iedereen moet het maar natuurlijk zelf weten. Zondag gaan ze er in ieder geval al in spelen tegen Almere. Het uittenu van volgend seizoen. En kijk, het werd al gelijk verkocht hier. Mensen namen het al gelijk eventjes mee. En over die wedstrijd gesproken en over het shirt gesproken. Het heeft een beetje historische waarde. Lasse Schöne, want die speelde in dat blauw natuurlijk. Dat is een beetje ook een ode aan jou, hè, dat blauw. Nou, niet alleen aan mij, hè. Laat dat voorop stellen. Meer aan dat team natuurlijk. En dat Europese jaar natuurlijk. Dus zeker niet aan mij, maar aan het hele team. Dus ik heb wel een mooie herinnering aan die kleur, ja. Zondag staat er nog wel wat op het spel natuurlijk, plek 6. Maar ja, je houdt natuurlijk ook wel rekening met die play-offs. Of niet, trainer Rogier Meijer? Twee dingen. We willen graag winnen. We willen graag die wedstrijd winnen, maar we willen ook geen risico nemen richting de volgende wedstrijd. Dus daar zal ergens voor en tijdens de wedstrijd zullen we daar naar kijken. En uiteindelijk hebben we op dit moment alleen Philip en Bart niet. Nou, we zullen kijken morgen en zondag hoe we dat gaan invullen richting en in de wedstrijd. Vorige week zei de trainer van we kijken veel naar de play-offs, daar gaan we rekening mee houden. Wat merk je daar in de training? Weinig. Nee, we gaan voorbereiden op een wedstrijd. En waar die bedoeld is vast dat je zondag misschien, als je een goed resultaat haalt vrij vroeg, dat er misschien wat wisselingen, dat weet ik niet. Maar we moeten gewoon voorbereiden op deze wedstrijd zoals we altijd doen, want we willen graag zesde worden. En dan speel je twee thuiswedstrijden, hopelijk. Dus we gaan gewoon die wedstrijden om te winnen en niet al denken aan volgende week. Nee, het is de derde en de laatste kans voor Europese voetbal. Ja, zo kun je het wel zien, ja. Leuk is te negatief, maar we hebben gewoon een supermooi seizoen gehad. En we willen het gewoon mooi afsluiten. En het zou toch zou mooi zijn als wij als Europese voetbal zou kunnen afsluiten. Maar daar moeten we wel even wat voor doen, ja. Is een wedstrijd dat we jou in de basis gaan zien? Nou, dat weet ik niet. We zullen zien wat ik al net zei. We gaan die wedstrijd in om te winnen. En het is niet dat we nu heel rustig aan hebben gedaan, omdat eerst Almere. We willen graag zesde worden en dan moet je die wedstrijd zelf gaan winnen. Ja, en dan nog even de vraag aan Lasse Schöne. Ja, hoe zit het eigenlijk met Lasse en NEC? Gaat hij nog een jaar verder of stopt hij? Gaan we binnenkort de laatste wedstrijd hier zien van Lasse Schöne in de Goffert? Wat wil hij er zelf over kwijt? Ja, wat gaat Lasse Schöne eigenlijk doen volgend seizoen? Ben je er al over uit zelf? Komt wel aardig in de buurt, ja. Heb je daar ook al met de trainer of intern over gesproken? Ja, dat hebben we wel. We zijn even in gesprek. Dus er zal wel binnenkort meer duidelijkheid komen.
Ja, maar is er een reden voor dat je daar zo lang dan mee wacht als je er zelf al over uit bent? Nee. Het is niet dat ik er al maanden over uit ben. Maar voor mij had het geen haast. Ik zit natuurlijk in de eind van mijn carrière, kan je wel zeggen. En er zijn ook andere dingen die op dit moment op de laatste tijd belangrijker waren. Wedstrijden aan de spelers zelf niet blijven. Dus dat ook geen haast. Ja, het blijft allemaal nog een beetje vaag. Ik denk dat er al heel snel nieuws gaat komen rondom Lasse Schöne en NEC. Afwachten dus wat dat gaat zijn. Dan nog maar even naar de wedstrijd van zondag. Hoe zit het met iedereen fit? Hoe zit het met mensen die eventueel geschorst kunnen worden met de gele kaart? Trainer Rogier Meijer? Nee, want die schorsing telt alleen voor de competitie. Dus daar hoef ik geen rekening mee te houden. Alleen een rode kaart telt door richting de play-offs. Bram is natuurlijk geschorst, maar die is er met de play-offs voorbij. Dus voor Jury en Dirk geldt niet dat als zij nu geel pakken, dan zijn zij de eerste competitiewedstrijd geschorst. Ga je weer starten met Selassol of komt Koki weer terug in de basis? Ja, dat zal zondag blijken. Nee, maar de vorige keer gaf je ook aan dat je en het andere spel en ook dat het voor Koki een lang seizoen was. Betekent dat hij dan ook in zijn fitheid gewoon nog niet 100% is nu? Nou, volgens mij heb ik iets gezegd over de energie leveren. En energie leveren zit hem niet altijd in fitheid, maar zit hem meer ook in dat je fris bent en dat je uitgerust bent. Nou goed, dat vond ik de laatste twee weken minder. Daar heb ik ook met hem over gehad. En dan speel je tegen Feyenoord natuurlijk op een bepaalde manier die veel druk naar voren zet. Waarbij er ook ruimte komt achter de verdediging. Nou, dat kan Silla beter belopen dan Koki, dus ja, dan maak je die keuze. En nu hebben we nog 3 wedstrijden en zullen er ook keuzes gemaakt worden. Zondag, dan is de wedstrijd natuurlijk om 2:30, want alle wedstrijden worden tegelijkertijd gespeeld. En weet NEC dan die 6e plek te bemachtigen in de Eredivisie? En dat betekent 2 thuiswedstrijden, tenminste als er 2 wedstrijden in de play-offs gehaald worden. Maar de eerste in ieder geval thuis en dan mogelijk ook de finale thuis. We gaan het zondag meemaken, dat kun je ook doen bij RN7, want we zijn er natuurlijk live weer bij met de radio. En voor het laatste nieuws volg je ons natuurlijk altijd op rn7.nl of mij via de socials. Graag tot de volgende!